Zondag hoofdklasse Bikwik speelde gisteren op Sportpark Esserberg tegen de Bataven uit Gent. Bikwik 1887 is redelijk gestart in hoofdklasse C. De Groningse ploeg haalde 7 punten uit 4 wedstrijden. Zondag kwam hekkensluiter de Bataven uit Gent op bezoek. Een ploeg waar Bikwik het traditioneel moeilijk mee heeft. In de stromende regen startte Bikwik fel en dat had al bijna resultaat. Wiegen van der Ven breekt door, maar wordt neergelegd door Luc Kipmulder die meteen op de bon ging. De aansluitende vrije trap levert slechts een afzwaaier van Willem Lanjouw op. In de 18e minuut krijgt Bikwik een corner en krijgt Johan Molenaar een unieke kans op de 1-0, maar hij schiet van dichtbij over. Bikwik had moeite met de defensief ingestelde de Bataven. Gerben Klaasens krijgt de bal mee, maar de ploeg uit Gent let achterin goed op. In de 34e minuut een corner van Raymond Bolt, maar Wiegen van der Ven schiet over. Deed de Bataven dan niets terug? Nee, Jeroen Vogel hoefde alleen in actie te komen op deze vrije trap van Steven Konneman. Na de pauze hetzelfde beeld. Bikwik dringt aan, maar het lukt allemaal net niet. Het zit ook niet mee als dit ziedende schot van Wiegen van der Ven nog net aangeraakt wordt door een Bataven-verdediger. En dan de eerste mogelijkheid van de Bataven, via een terugspeelbal van Bikwik. Maar het loopt allemaal goed af. Hier kan Willem Lanjouw wegdraaien van Roel Kamphorst. Kamphorst houdt duidelijk vast, maar Lanjouw krijgt tot zijn woede de vrije trap tegen. 5 minuten later verdedigt Kamphorst wel correct als Lanjouw doorbreekt. De Bataven laat in de slotfase eindelijk eens wat zien. Stefan Konneman passeert 2 Bikwik-verdedigers, maar er is niemand die zijn fraaie actie kan afronden. Stefan Metz krijgt vlak voor tijd nog een kans, maar zijn schot mist ook de scherpte. En door geklungel achterin bij Bikwik is het gelijkspel zelfs even in gevaar. Het lukte dus allemaal net niet en Gerben Klaasens illustreert de frustraties daarover en krijgt in de blessuretijd nog rood. Bikwik steeg door het puntje naar de 5e plaats in de hoofdklasse C met 8 punten uit 5 wedstrijden.